Design & Print is gewoon de grootste, zeg maar, nationale vakbeurs die er is. En als je ziet wat hier gebeurt, mensen zijn zo enthousiast, er zijn zoveel mensen hier. Dan moet je daar gewoon als kennis- en netwerkorganisatie zijn, zeker als je mensen wil verbinden. Dan is dat de place to be op dit moment. Het is een feest, het is gewoon een feest. Ja, Design & Print vind ik eigenlijk wel een evenement waar je, kijk, als je hier doorheen loopt, dan heb je gelijk weer een overzicht van alles wat er nu nieuw is en wat er actueel is. Dus eigenlijk de combinatie van beleving, kennis opdoen en ook nog alle nieuwe dingen in je vakgebied tegenkomen, dan vind ik dat je hier wel op Design & Print beurs op de goede plek bent. Het type bezoekers, vrij breed van drukkerijen tot textieldrukkers, seinbedrijven, carwrappers. Eigenlijk alles waar wij zo al de producten voor leveren, dat loopt hier toch wel rond. Dus je merkt het ook aan de mensen wie je aanspreekt, dat over het algemeen de mensen ook wel iets doen waardoor het een goed gesprek is. Het is niet een beurs waarbij je met de helft van de mensen spreekt en denkt van ja, ik heb dat wel een gesprek gevoerd, maar het was voor ons eigenlijk helemaal niet interessant. Het SmartRed systeem werkt heel erg goed voor ons. Zo weten we echt van iedere bezoeker dat hij op de stand is geweest. En dat willen we ook graag weten om mensen ook achteraf nog weer informatie te kunnen toesturen. Het verhaal nog net even iets uitgebreider te vertellen. Heel waardevol. Nou ja, wij hopen dat het vanmiddag en morgen net zo druk bezocht is als de afgelopen anderhalve dag. En op naar de volgende editie.